echt iedereen gekregen, dus dat is wel echt heel baas. Maar ja, omdat iedereen hem heeft, is hij iets minder speciaal. Deze aanbieding? Trouwens, hoe duur is normaal 80 edelstenen? Hoeveel betaal je normaal voor 80 edelstenen? Daar betaal je normaal 5 euro voor. En je krijgt wel 4 megadozen erbij. Weet je wat? Ik doe het gewoon. Ik koop deze aanbieding plus die andere aanbieding. Dan heb ik in totaal 7 megadozen. Het enige wat ik kan krijgen is een nieuwe knakker Gil. Maar we gaan gewoon kijken of dat gaat lukken. Oh, als ik hem nu krijg met een van deze megadozen, word ik helemaal gek. Dat zou toch insane zijn als dat gaat gebeuren. Maar ja, ik kan eigenlijk alleen coins... We krijgen dat! Ik heb helemaal geen Brawl Pass meer nodig. Ik krijg hem. Ja, ik heb hem. Die kans is 0, en eruit. Maar kom op, ik wil zes krijgen. Ja, weet niet. Nog 7 dozen. En weet niet. En nog 6 dozen. En ja. Ja. Wow, ik heb hem. Oh, dit is wel echt heel lucky. Ik heb 6 gratis gekregen uit de grote doos. Ik heb er wel vet van doos voor moeten openen. Maar het is zover. Hier is hij hoor. Ik ga hem doordrukken. Boom! Ja hoor, dit is toch wel echt heel nice. We hebben dus gewoon Surge gekregen. De tweede chromatische knokker die uit is gekomen, die hebben we dus nu. Gil, die hadden we dus al. Nu hebben we Surge ook gekregen. Oh, dit is toch wel heel nice. En we hebben nog 5 grote doos over. We hebben hier nog... Dan gaan we dat gewoon doen. En dan heb ik omgerekend qua edelstenen ongeveer 100 euro uitgegeven. Maar dat is niet nodig, want ik heb al mijn gratis gekregen. Want ondanks dat deze dozen natuurlijk allemaal vet voor elkaar waard zijn, heb ik ze wel gratis gespaard. En dat kostte helemaal niks. Wat natuurlijk logisch is, anders zou het niet gratis zijn. Maar ik heb hier heel veel voor moeten spelen, maar niks betaald. En ik krijg hem, de nieuwe knokkerammer uit de grote doos. Let's go, let's go, let's go, let's go. Echt, nu denken jullie, jij hebt zoveel mazzel altijd krijgen. Want dat wordt dan mijn knokker. Die kan ook weten, maar dit is insane. We krijgen nu 7 resterende items. Dat betekent dat ik sowieso 2 nieuwe knokkers krijg. Dan kan het haast niet anders dat ik een legendarische krijg. Shelly, die kan ik nu inderdaad ook weten. Dat is nice, dus dat kunnen we ook nog doen. Maar we krijgen gewoon 2 knokkers. Terwijl dat ik alle normale knokkers al heb. Dus het is sowieso mythisch, episch of legendarisch. Dit is echt insane. Oh, ik ben echt heel gespannen. 2 nieuwe knokkers. Wat gaat het worden? Wat gaat het worden? Oh, dit is echt de lijpste video ooit. Oh, ik hoop zo op een legendarische. Wie is het? Piper! Haha, nice. Wow, oké, dit is echt heel nice. Piper als eerste knokker. Maar gaan we nog een legendarische knokker krijgen? Dat zou helemaal ziek zijn. We hebben nu al in ieder geval een epische. Maar gaan we nu ook nog een legendarische krijgen uit deze megadoos? Ah, ik word helemaal gek als dat gebeurt. En als we hem krijgen, hoop ik op Sandy. Dat zou echt nice zijn. Maar we gaan erachter komen. Mortus! Oké, geen legendarische. Of ben je kwijt? Dus dat is wel echt in verhouding echt heel goed. En die skin, ja, het is leuk meegenomen. Maar dat is op zich wel lachen. Maar let's go. Hier is hij hoor. Spike! Ja hoor, eindelijk een keer een legendarische knokker op mijn tweede account. Maar 3, 2, 1, ik ga hem kopen. Let's go! Ziek nice! Mijn tweede legendarische knokker is nu een feit. Holy shit, dat is echt zo biest. Al mijn edelstenen zijn wel meteen weg, maar ik ben erg benieuwd hoe die speelt. 30 in Brawl Stars. Oh, yo, wat heb ik hier lang voor moeten spelen. En ook al is Amber natuurlijk een van de beste knokkers in het spel, het was nog steeds ziekelijk veel werk. Maar het is gewoon gelukt. 500 sterpunten erbij. 1000 Amber.